Yo, what's up guys van Dan en Dan, welkom terug bij Infamous Second Son. Dit is part 5 alweer. Wow, auto. Rustig aan man. We gaan hem even gewoon meteen aanpakken. Hoe durf je ons aan te rijden in het begin van deze part 5? Je verstoort gewoon mijn intro man. Zo, afgerekend bitch. Nou goed, welkom terug bij deze part 5. We gaan deze part beginnen aan de missie die we de vorige part hebben vrijgespeeld. En de vorige part was naar mijn idee nogal chaotisch. Misschien komt het niet zo over op YouTube, maar zo voelde het wel tijdens het spelen. En dit vooral omdat... Wow! Wat denken jullie te doen, joh? Waarom zijn er hier opeens gasten aan het... schieten? Oh, what the hell, hé. Heb ik jullie nou geholpen? Vijand uitgeschakeld. En nu? Gaan jullie op elkaar schieten? Dat is niet handig, jongens. Gaan ze op elkaar staan schieten? Hallo, ik ben een politie. Kijk eens naar met de tweeën. Dat maakt niet uit, het is geluid, maar door Julia komt de kamer binnen. Maar goed, jongens. De vorige part kwam dus vooral chaotisch over door het feit dat we steeds een outpost proberen over te nemen en dat gewoon fout ging. Ik wist niet wat ik moest doen, ik had de besturing nog niet volledig onder de knie. We gaan nu dus eigenlijk gewoon verder op zoek naar nieuwe dingen die we kunnen doen. En dat is vooral deze main quest die we hebben vrijgespeeld. De vorige part zal waarschijnlijk ook een beetje ingeëdit zijn. Een beetje bewerkt zijn, zodat die niet al te lang is. Wat ik ook nog wil zeggen is, schat, ja? Wil jij een draadje van opladen even geven? Waar is die? Wacht, ik heb hem al. Ik dacht dat hij heel ver was, maar hij is heel dichtbij. Ik wist ook niet welke oplader je bedoelt. Hij moet natuurlijk nu wel in mijn fucking joystick passen. Goed zo, hij doet het en we gaan deze missie beginnen. Even een cutscene kijken jongens. Was dat de cutscene, serieus? Yeah, shit. Bannerman. Pretty lame, right? Pretty lame, right? Inderdaad een kutnaam. Ik ben de Vlaggenman. Dat ik één keer een tag ophang midden in de stad, ben ik nu meneer Vlagman. Hey, what the fuck? Kijk even, dit is waarschijnlijk een Easter egg. Cole McGrath. Electronics. Sorry, that is the vorige character out of the vorige game. I found out there's this bioterrorist maniac. Yeah, I just heard. And can we please not use the B word? What? A bioterrorist? Yeah. You know, that's just a slur invented by the DUP to make people scared of conduits, man. Look, whatever you want to call him, let's just track him down and find out what he can tell us about Augustine. And drain his powers. Okay, fine. And drain his powers. I'm telling you, it's gonna work. All right. Just found a body at 5th and Briar. Go check it out. But promise me, you'll be inconspicuous. Yeah. Dit komt heel erg over als de vorige Infamous games. Gewoon die stukjes stijger, zeg maar. De stijl van de stad is bijna altijd hetzelfde als Sucker Punch een Free Roam game uitgeeft. En dat is gewoon vet. Ze hebben echt gewoon een eigen stijl. Het is bijna iconisch. Als Apple een nieuw product uitgeeft, dat is bijna hetzelfde met Sucker Punch die een nieuwe game uitbrengt. Dus stel ze brengen een andere IP uit, dan is het alsnog in de stijl van dit, denk ik. Listen, ik denk Nelson, niet dat ze daar buiten gaan treden, maar te luisteren. It's crime scene, okay? Not DUPs. No, I'm here to support you, but killing cops. I got it. I'll put my phasers on stun. What the fuck is deze shit, jongen? Wow. Wow, waar hebben we hier nou weer mee te maken? En waarom boeit het niemand dat deze shit die... Oh, er is wel allemaal politie in de buurt. Het boeit wel iemand blijkbaar. En ik zie dat er hier iets rondvliegt. Of is hier gewoon random een brokstuk? Oh, hij is er helemaal boven. Laat dan even het dak op gaan, want hij is er helemaal boven. Kijk nou.
Lekker aan het glitchen, dat ding. Okay, I did it your way. I'm past your boys in blue. Thank you. Although, what's Whoa, the damn it, though. If you're not gonna use them? Ah, there's my baby brother. Dit ziet er echt vet uit. Damn, ik ga gewoon weer eventjes hetzelfde doen als wat ik de vorige keer deed, jongens. Huppakee, we gaan eventjes een PS4 share maken. We gaan een screenshot uploaden naar Twitter. En het zal nu ietsje langer duren dan de vorige keer. En dit is vooral omdat ik tegelijkertijd een bestand van mijn PlayStation naar Facebook aan het uploaden ben. Dus vooral dit schermpje duurt nu het langst. Het andere, dat valt allemaal wel mee, want hij zet dan vervolgens dit kleine fotootje, die zet hij in een soort wachtrij. En dan gaat hij het uploaden. We willen deze uploaden naar Twitter, PS4 share. En dan zeg ik Epic Neon Light. Dat ik me gelijk denk aan het liedje. Hashtag PS4 share, hashtag Denaden, hashtag. Zo. Huppakeetje. Wat ziet dit er goed uit, zeg. Damn. Well, found the victim. Definitely the work of a conduit. It's very showy. Okay, I need you to take a couple pictures of the crime scene and send them to me. Anything that might give us a lead. Oké, we gaan het dus nu fotograferen en dat doet me vrij veel denken aan een andere game. En vooral aan Condemned nu. Here's your wounds. A couple of pictures. We sturen er één en het is oké. Okay. Fire blast or lasers. Ooh, what about flesh-eating death gaze? I wouldn't mind absorbing a little flesh-eating death gaze, right? Delson, even if the guy who did this is a prime conduit, we still don't know if this power transfer thing's even gonna work. Well, you know what? If it does, my first victim is gonna be the guy who came up with the name Bannerman. Bro, you really need to let that go. Okay, I'm sending you the picture, but I think he blinked. Reg, I'm hearing sirens, man. Yeah, let me check real quick. Yeah, the DUP's just cordoned off the area. I've warned the Seattle PD to stay away. It has to be the conduit. I'll check it out. Okay. Ga naar het nieuwe plaatsen ligt en zoek de geleider. Alrighty. Maar dat ziet er wel vet uit, zeg, die kracht. Nou, meteen op mij geschoten. Hallo jongens, ik heb niks gedaan, hè? Rustig. Gaan we maar even zo snel mogelijk via de daken naar die nieuwe crime scene. Hier zal vast en zeker wel weer zo'n luchtschacht zijn en dat is het zeker. Chances are there's gonna be a lot of DUP there. DUP with shoot to kill orders. Wow, well, hate to interrupt this little pep talk, but. Yeah, the news, you were right. The place is crawling with dupes. You really won now? Nothing. Victim must not have had a record. No. Huh. From the looks of the guy, I at least would have expected a drug bust or two. Okay, die ligt er al af. And now see ik dat daar heel veel gasten zijn. Ah, ietsje hoger dan. Okay, we gaan deze gast eventjes afranselen. En ze staan hier vooral beneden. Boom! No, it's get the conduit! Jeez! And good luck with that. Oh, die treft het een heavy machine gun of zo. Jezus. Oh, ik word nog steeds gehit. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik zal sowieso even hierop gaan staan. Nee, de lucht in. Ja, dan nemen we dit even over. Lekker hoor.
Oké, dan knallen we ook even op hem. Oh, waar is hij nu heen? Oh nice, we kunnen het eventjes overnemen. Het komt wel goed uit eigenlijk. Jezus, ik ben ze de hele tijd kwijt. Ze zijn heel irritant deze gasten. Boom. Waar zijn ze? Ze staan daar ook, zie ik. Oké, nice. En hier is er ook weer eentje bezig. Wow, rustig hé, jongens. Oeh, dat gaat allemaal net goed. Even kijken, waar is die gozer? Hier is hij nog steeds. Boom, op zijn hoofd. Oké, dat had hij niet verwacht. Oh, pak mijn kracht hier door. Oh, nee, niet. Ik kan op vierkantje drukken achter hem. Nice. Oké, hij is dood. En hij is nu eindelijk ook dood. Hehe, godsamme man. Well, this conduit sure got a certain style. Kind of nouveau sick. Okay, I just need... Let me guess, face and wounds. If it's not too much trouble. All right, there you go. Stand by for wounds. What the fuck? Zoek de drugsvoorraad van de dode dealer. Oké, dat is dan ergens hier in de buurt, denk ik. Oh, dat is gewoon hier. Mooie deck, man. Dolfijntjes en shit. Holy what? What holy? Delson, are you okay? Yeah. Now there's sniper going after him. Careful. Real original advice. Ja, inderdaad. Dat ik mezelf ook wel kunnen bedenken dat ik daar eventjes voorzichtig mee moet zijn. Hey, muziek man, zet het uit. Okay, I'm one of you. I mean, one of us. Waar de fuck zit die gozer heen, joh? Wow. Het is geen gozer, het is een chickie. I'm not gonna hurt you. God, especially if you'll slow down. Wow, het is die verschrikkelijk snel. Stop! Come back! Nice meeting you. You get him? No, he ran fast, like really, really fast. Conduit fast, man. Screw flesh-eating death gaze. I want that. Don't be greedy. Funny thing, man. Just before every shot, you could see the neon sign behind him dim a little. Must be his power source. Head back to the sign. See what you can find. Ja, dat was ik dus ook net van plan. We moeten dus terug naar die plek waar we haar dus spotten en gewoon een heel spoor achter. You should see what this guy can do, man. Like lasers or something. I'm telling you, it would be great to have a 1-2 punch like that in smoke when I get to Augustine. Take it easy. We've got to find him again first. Oké, ik ben benieuwd wat we daar gaan aantreffen, want die kracht is echt mega awesome. We absorberen weer eventjes wat vuur in onze armen en dit is de plek waar het om gaat. All right, I'm here. Any idea what I should be looking for? Just
Well, one thing this place tells us is that our sniper is a sniperette. Wait, what? You should see this, Reg. It's like the girliest sniper's nest you've ever seen. What does that even mean? I don't know. It's just girled up. Girl stuff. Like the name Brent burned into the wall in girly handwriting. And it is definitely the best smelling assassin's den you could ever be in. Okay. Look, just send me photos of anything you think might help. Okay, dit, sowieso. Okay, I can see how you might think those are women's shoes. Yeah, they're like size negative. We sturen een foto van Brent. I wonder who Brent is. I can't help you there. De BH's. En de slipjes. Okay, het lijkt me logisch dat de gast die niet draagt. Very likely belong to a woman. En het boek, gok ik. Like you know. Ja, en het boek. In één keer. Seriously? A serial killer who reached Jane Eyre? Oh, totally. Jane Eyre is like the female Catcher in the Rye. So, anything else interesting? Relax, I'm looking. Ik zou het niet weten eigenlijk. Meer is het toch niet, hè? Oh, kijk. I guess this counts as interesting. Whoa! That's interesting, all right. You know, it's a long shot, but maybe if I run this through the database, cross-reference... Dat wat daar beneden is aangericht, dat komt overeen met dit. Zie je? What the fuck? You know, if I had smoked and lasers, I could, like, put on light shows in our living room. Oh, that'd be putting your powers to good use. Wow, wat vet dit, hé. Samen vormt dit gewoon een hoofd. I was just thinking about the bras. Well, stop, okay? Seriously, just stop. Damn, dit is echt vet gedaan. Okay, I'm thinking, when I get to Augustine, it's gonna be like, boom, smoke, and then once I got on the ropes, it's like, zap, zap, I'll whip out the laser show. Well, it's good to have a plan. Hey, I got a hit on the photo. Name's Brent Walker. One arrest 2 years ago for minor drug possession. Get this. Found dead 2 months later in an alley. Cause of death? A single puncture wound of unknown origin to the chest. Sending you the address now. Yeah, our girl's definitely got a thing against drug dealers. Sure seems like it. It's weird though, man. If she's just killing drug dealers, then why do the news reports make it sound like she's picking off random victims like it could be anybody? Well, you'd think the DUP would want people to know the killings weren't random. That if you're not a drug dealer, you're not in danger. That'd sure bring the panic level down. So you're saying what? The DUP is trying to scare people? Their job is to control the panic. Daar zit wat in waar ze over praten. Maar ja, we zullen het pas weten als we echt in gesprek met haar kunnen komen. Dat zou echt vet zijn, jongens. Ik zag het al, hè? Want ze staat in mijn banner. Ik wist dat ze iets te maken had met de game. Ik heb er niet voor niets gebruikt in mijn benen, maar het zag er wel heel cool uit. Zij is dus die chick die de laser powers beheerst. Vet. We gaan maar gewoon weer naar de nieuwe plek toe, jongens. Verdachte hulk vernietigd. Ja, ja. Dat doen we even. Alright, I'm at the alley, but there's a bunch of heavily armed dudes here. I think a drug deal's going down. I hate to go all cop on you, but it is the duty of every citizen to step up when they witness a crime in progress. So now you deze gasten waren echt op de verkeerde plek aan het dealen. I didn't say kill them, just rough them up. Nelson, I heard shots. Did you kill them? Hey, I was trying to do my duty as a citizen, man, but they were trying to do their duty as criminals. Wow, flikker op, man. Oh, what the fuck. Hij stond net op. Hij lag op de grond, hij staat op. Ik doe dat executeren en het is gewoon volledig geglitcht. Het is hij nou weer te doen, hè? What the fuck?
Wat een super guys allemaal, zeg. Maar die met die pakjes aan, die met die cape, zeg maar. Ja. Die is nog sterker als die gele man. Drugs vernietigd. Oh, dit was weer goed. Dit was weer goed hoor, jongens. Doe ik het weer fout? Oh, ik moet naar boven, zie ik. Damn it, the gate in front of the alley is locked. Ik hoop dat de enemies zijn, want ik kan mijn super move doen. Oh, what the fuck? Waarom gebeurt hier niks? Wist ik. Wow, damn. French, you should see this, man. Speedy gone crazy is a tagger. She's a pretty damn good one, too. Yeah, well, don't forget she's a murderer, right? Pretty damn good one, too. Ja, Jezus. She sets a lovely altar. It's actually kind of touching. Yeah, well, there's good touching. Wie de fuck is die Brand guy, toch? Het was in ieder geval een stel. En Brand is pittig dood. You really shouldn't leave lit candles unattended. Oké, okay, dan maak ik ook maar een fotootje van. You gotta admit, girl makes a mean vortex. And now we come to the highlight of the tour. Dit is echt raar dat het gewoon zo met neon is gedaan dat het gewoon lijkt alsof je er zit. Okay, so the girl stops off for takeout, comes here to sit with Neon Brent to tell him all about her day. Neon Brent. While she chowders down. You know, Olaf's has a location on Alaskan Way. He's supposed to have one of the biggest neon signs in the city. Hey, if I had neon powers and a Chowder Jones, that's where I'd hang. I am on my way. Okay, dan gaan we daarheen. Wow, die lichtval was heel mooi dat we naar buiten gingen. We hebben de missie voltooid en we gaan op zoek naar het licht. Vecht als een mannen, geef je over of zwicht. Jouw ogen dicht. Pokémon Die Hard. Pokémon. Ja, ja mensen, ik heb powers. Dat is tijd weg. Wow, dat was een hele goede. Goeie taal. Dat is tijd gek van te kijken, wil ik zeggen. Ik zag hier iets, wat is dit? Oh, ik word even gescand terwijl ik gewoon hier in mensen sta af te slachten. Oh! Yep, still a conduit. Wat hij nog zei. Dat dat gewoon in de game zit, is echt leuk. Cool hoor. Oh shit, dat was nou niet de bedoeling. Maar dat moet wel voor mijn café. Ja, ik moet ze vernietigen. Nou krijg ik een karma bij. Het was een blauwe actie en ik ben die badass guy. Weet je dat nog? Dus ik deed het fout. Ik moest het gewoon opblazen. Maar ik dacht, ik test even. Ik loop gewoon even erheen. En volgens mij zijn hier toch wel alle gasten nu dood. Nog niet. Ja, flikker dan lekker op met je gravity, man. Dan gaan we gewoon daarheen. Dat vind ik heel vet. Als je op een obstakel afloopt en je doet die move, dan gaat hij er echt super, super smooth omheen. Dan zou je echt raar opkijken. Je loopt op straat en er komt gewoon een dude met superkrachten door je heen. Dan sta je echt zo naar je buik te kijken van, wat? Moet hier ergens zijn, zie ik. En ik kan mijn superpower gebruiken. Dus mochten er heel veel enemies aanwezig zijn, dan weten ze wat ze kunnen verwachten. Schakel alle vijanden uit. Pak het rook op. Naast je. Oké, wat moet ik hier doen? Oké, ik moet Fetch zoeken. Hey mister, sign our petition to get drugs off the streets.
Unless we stop this poison, more of our youth will turn out like Fetch Walker. Fetch Walker? Her body was corrupted by drugs, and the drugs turned her into a bioterrorist. We need your help to keep our streets clean of that kind of thing. Dood ze voor slecht karma. Hey, en let op jongens. You're either fighting with us or against us. Fuck off. Want wij willen slecht karma. Boom. Country Delta. Oh, Reg. Didn't know you were there. Had I just butt dial you? People have a right to speak their mind without being attacked. It was self-defense, man. They had signs and pamphlets. You know, for all second thought, you would be a hell of a lot less conspicuous staked out near the restaurant's neon sign. Al die franken nog hier. She's sure to reload off of it, and you wouldn't give yourself away by picking stupid fights on the sidewalk. They started it. Just go. Oké, we gaan verder. En die activisten die hoeven morgen in ieder geval niet vroeg op. Even kijken, waar gaan we heen? Oké, just need a place to hide. Moet ik hier beneden zijn? Ik weet het niet eigenlijk. Wat zou ik hier moeten doen? Verstop je en wacht af. Oké, dan doe ik dat wel gewoon. Dan verstop ik me en wacht af. Als het zo simpel kan zijn. Good. Surveillance. Hobo style. Hobo style. Ziet er echt verdomd mooi uit. Het is echt ongelooflijk. En dat aan het beginstadium van de PS4. Dit is de eerste niet-launch titel. Why didn't I take some cash off those dealers? Money, why do you hate me? Be my friend, Money. Come to me. Let's bond. No. It's okay. God. Not this again. Speed of just like last time, Delson. Concentrate. Whoa, was only gewoon a mix van. Oh, no. You're not getting away. I got this now. Just leave me alone. Jesus. What? I can only use one at a time? How's that fair? Wow, ik ben zo snel, jongens. You can run up walls? Wow! You have got to be kidding me. Jezus, dit is heel cool. Wat zegt ze? Oké, ik ben heel benieuwd wat ze bedoelt. Wow, dit ziet er mooi uit. Even een private wietplantage. Waarom is ze zo boos? Waarom vlucht ze zo? Ze is bang. Ze is niet boos. Just give me a few more days. Yeah. I gotta finish what I came to do!
Maar we willen gewoon vrienden worden. We willen puur praten. We willen je niet bang maken of zo. Nee, jong chickie. Damn, het is super snel. Wow. Hey. Lady, you've got to calm down, all right? Relax. You're not taking me back! I am not going back to Gordon! Jezus, wat is het toch met hem? The good news is, less juice for her. Bad news? I'm not a night person. CLP bastard! Huh? Maybe stop trying to kill me and we can let the beer signs live to see another day. Okay, ik neem gewoon van alles de powers over, zodat zij zwakker wordt. Cool verzonnen. En het ziet er ongelooflijk mooi uit. That was awesome. Hey. You listen to me, I'm not with Augustine. You're one of a goddamn robot. How many times? Wait, are there- I just want some of your powers, that's all. Oh, hier is nog een sign, denk ik, want hier is heel veel licht. Ze staan gewoon op de map, ik ben heel dom aan het doen. Of niet? Nee, toch niet. Ik zie namelijk nog twee paarse puntjes. Oh, wacht, misschien is die boven, bovenverdieping. Ja, het is daarboven, maar hoe ga ik daar komen? And I'm gone. Ik ga dit de volgende part afmaken, denk ik. Want de part is al best wel lang bezig. Ja, de part is al best wel lang bezig en dit gaat nog wel even duren. Dus ik hoop dat jullie het cool vonden. Er is wel geknipt in het bestand, want ik wil hem gewoon onder de 30 minuten houden. Dus ik hoop dat jullie het cool vonden. Laat sowieso je like achter. We hebben dus nu een nieuwe power. We zijn een soort super combinatie test van powers. We hebben nu dus en die vuurkracht en die neonkracht in één. En ik ben echt benieuwd wie die chick is, wat ze doet, waarom ze vlucht en wat haar verhaal is. En dat zullen we zien in de volgende parts die ik morgen ga opnemen. Dus ik bedank jullie nogmaals. Laat een like achter, laat je comment achter. En later.